Om je gezond en fit te voelen is sporten nu eenmaal onmisbaar. Maar waar het hem echt in zit, is plezier hebben in dat sporten. Want met tegenzin naar de sportschool gaan, houdt niemand lang vol. Nou Dennis, jij bent van Health Center Hoenderdaal. Vanuit welke gedachten komen mensen naar de sportschool? De meeste mensen komen naar de sportschool omdat ze beseffen dat ze te weinig bewegen of omdat ze weten dat bewegen goed voor je is. Soms zelfs op advies van de huisarts of de fysiotherapeut. Maar niet iedereen denkt vooraf echt goed na over welke sport ze nou leuk vinden. Nou, wat ons betreft kies vooral voor een sport die je leuk vindt. De een voelt zich namelijk prettig in een individuele sport waar het competitieelement heel belangrijk is. Mm-hmm. Terwijl de ander het veel leuker vindt om in teamverband te trainen in een recreatieve omgeving. Ik zag net al verschillende faciliteiten. Wat is er nu echt in qua sport? Dat verschilt natuurlijk een beetje per sport, maar neem nou bijvoorbeeld de fitness. Daar zie je echt een verschuiving van de conventionele kracht- en cardiofitness mm-hmm. naar veel meer vrije oefenvormen die meer fun, maar ook meer functioneel zijn. En juist deze oefenvormen zijn bijvoorbeeld ook voor de wat oudere generatie hartstikke goed om te doen. Als je ouder wordt, lever je in qua stabiliteit of qua coördinatie. Dus juist als je dat gaat trainen, hou je dat een beetje op peil. Daarnaast zien we ook dat het in de fitness niet alleen meer om training gaat, mm-hmm. maar ook om voeding en om motivatie. Dus je ziet eigenlijk een verschuiving van sportiviteit naar vitaliteit. Oké, en qua groepslessen dan? Qua groepslessen merken we dat buiten de bootcamp heel erg hot is. En binnen de function, dus de ruimte waar we hier staan. Mm-hmm. Maar ook yoga en pilates doet het heel erg goed. Je merkt dat in een drukke westerse samenleving mensen behoefte hebben aan een moment voor zichzelf en aandacht voor lichaam en geest. Maar ik zou zeggen, ga vooral ook buiten bij Martin kijken, want golf blijft ook razend populair. Helemaal goed, ga ik naar Martin. Dankjewel Dennis. En misschien ga ik ook nog wel een balletje slaan. Oké. Martin, ik begreep net van Dennis dat golf ontzettend populair is. Vertel. Ja, golf is de laatste jaren, zeg maar eind jaren 90, is vrij populair geworden. Komt een beetje ook omdat het vroeger op grote zeg maar, plaatsen moest geïmplementeerd worden. En tegenwoordig kan je op een kleinere baan kun je spelen met het hele gezin. Eigenlijk van jong tot oud. En het is een hele leuke sport en ieder schot doet ertoe. Dus het is ook een hele spannende sport om te beoefenen. Martin, nu heb ik nog geen baanpermissie, dus het lijkt me een heel goed idee dat jij me wat kneepjes van het golfvak gaat leren. Nou, dat doe ik met veel plezier. Je outfit is geweldig en ik zal jou eens even leren een goede golfbal te slaan. Top!